Sowieso moet je natuurlijk kennis en kunde hebben. Dus in die zin kun je natuurlijk op het mbo voor patisserie, voor bakker leren. Of eventueel voor kok als meer die kant op ligt. Maar daarnaast denk ik dat je ook kennis nodig hebt om voor het starten van een eigen bedrijf. En ik denk dat dat minstens net zo belangrijk is als de kennis van het ambacht dat je doet. Nou, als je een bedrijf start, moet je ook niet alleen verliezen in je passie, maar je ook heel erg met cijfertjes bezighouden. Dus dat is echt iets waar je voortdurend grippen op moet hebben. Hè. Dus weet wat je inkoopt, weet voor hoeveel je het verkoopt, weet hoeveel uren je eraan besteedt. En daar moet je dus een prijsberekening voor maken. En dat is iets wat je gaandeweg beter leren te doen, maar waar je van het begin af aan toch wel heel erg bewust van moet zijn.